Yo, kijkers van Dus David Games, Lars hier. Welkom terug bij meer avonturen van Nico Bellic en zijn supercoole zilveren auto. We zijn net gebeld door Ray en Ray die belde ons dat hij iemand gevonden had die mogelijk wist waar Florian zich bevond. En Florian was natuurlijk die gozer die Nico probeert te vinden. En Nico probeert Florian te vinden, hè? Dus niet andersom. Niet dat Florian Nico probeert te vinden. Maar we moeten dus nu Roman gaan ophalen. Geen idee wat Roman met Florian te maken heeft. Pakken, gaat aan de kant, man. Ja, en niet achter die taxi aangaan, hè. Die taxi die knalt bovenop je auto, meneer de politieagent. Als ik dat doe, dan kom je met 20.000 man achter me aan. Maar wat die Roman dus met Florian te maken heeft, ik heb werkelijk geen idee. Ik hoop er zo meteen achter te komen. Maar dan moeten we eerst eens eventjes kijken dat we heel huis bij Roman aankomen. Dat zou ook nog wel een hele kunst zijn. Ik heb voorlopig nog niet eens heel veel deuk in deze auto gereden. Er zit alleen een groot gat met een hoop bloed erin op de voorruit. Misschien dat dat ook de agenten aantrok, want ik had gewoon de bestuurder een kogel in zijn voorhoofd gejaagd. Hij wilde niet stoppen, hij wilde me zijn auto niet geven. Ja, dat moet je ook maar voelen hoor. Dan moet je ook niet zeuren. Hé, hey, Roman, Matty, jongen. Je neef, stap in. There you are. Ja, dat zei ik al. Ik zei al dat ik er was. Een beetje in de gaten houden, Roman. Go and see Talbot. Oké, omdat je net zo vriendelijk vraagt, hè. Wie is die Talbot nou weer? Is dat weer een nieuwe? Die ken ik niet. Als gewoon rechtdoor je. Immer geradeaus. Oh, dat zal wel een van Roman's kaartvriendjes zijn dan. Dan zal het een heel slim figuur zijn. Roman die... Oh, dat ging over die andere auto heen. Zag je dat? Vet. Wee! Oh, bijna zonder deuken naar mijn bestemming gereden. Dat is een nieuw record. Yo, gast, ga eens even uitkijken met waar je gaat inhalen, man. Dit is toch een plek... Ja, doe dag. Dag, noem je dat ding ook alweer? Motorkap. Wie heeft er nou een motorkap nodig? Ik niet, hoor. Nico heeft echt geen motorkap nodig. Nico, die schijt op motorkappen. Oh, gaan we lekker naar... gaan we naar de club? Lachen, man. Oh, we moeten niet naar de club. We moeten naar de overkant. Nou. Is hij dat? Hij kan wel goed tekenen. Hoi. Hé, meneer. Hé, als ik nou een portret van je koop, weet je dan wel waar ik het over heb? Kijk die man links onderin, jongen. Heeft een supercoole snor. Vet. Waarom mag ik hem niet gewoon een kogel voor zijn hoofd en je jagen? Get a four-door car. Nou, hey, kijk eens even wat hier staat. Deze auto lijkt serieus op mijn auto. Hij lijkt echt heel erg op mijn auto. Go back and get Roman en Talbot. Want die twee zijn ook echt gewoon te lui om de straat over te steken. Weet je, lees die bitches. Stap in, jongens. En dan meer te doen vandaag. Hoppakee. Gaan ze nou allebei achterin zitten? Als de ware sterren dat het zijn? Oh. Talbot will give directions as you approach a junction. Geef gewoon een adres. Dan weet ik het ook. Ach, man. Waar gaan we heen? Jawel, dat is het wel. Naar rechts. Oké. Zijn we er al? Zijn we er al. Mag niet te snel rijden. Dat is echt totaal tegen Nico's stijl in. Nico die rijdt namelijk nogal graag snel. Ach, shut up, man. En vertel gewoon waar we naartoe moeten. Oké, rechtdoor. Immer geradeaus, hè, zouden de Duitsers zeggen. We gaan naar links. Oké, gaan we naar links. Wat jij wil, Matty. Jij weet waar het is, blijkbaar, hè? Oh, dit is de tunnel. Daar mogen we wel even een beetje doorrijden. We can't work at the speed. Er zijn hier niet echt afslagweggetjes, hoor. Je kan hier gewoon alleen maar rechtdoor. Er zijn geen turns hier, man. Het is een rechte tunnel. Er zijn hier helemaal geen afslag... Shut the fuck up, man. We zijn hier gaan afslagen. Oh, en doe die motorkap eens even weg. Hoppakee, weg met die motorkap. Ik hoef die motorkap niet. Wat zo, weg ermee. Dat is de tweede motorkap die we kwijt zijn vandaag. Nico heeft een hekel aan motorkappen, blijkbaar weer. Go right. Ik kan hier niet naar rechts. Oh, jawel. Sorry, ik kan hier wel naar rechts. Is die hier? We staan hier twee tegen elkaar aan. Het zou echt typisch iets voor Bernie zijn. Oh, hij weet het dus blijkbaar wel. Waarom zit je dan de hele tijd te doen alsof je het niet weet? Welke right? Hier?
Oh hier. Zo, net boompje gemist. En nu naar links. Yo, Henk, waar gaan we heen? Rechtdoor dan maar. How about not? Zullen we gewoon eens linksaf gaan? Kijk wat hij zegt. Waarschijnlijk wordt hij boos. Oké. Ik vind mijn TomTom toch beter hoor. Mijn TomTom die vertelt ook altijd waar ik naartoe moet. En hij vertelt het tenminste op tijd. Hij stuurt me altijd tegen het verkeer in. Ach, houd toch op man. Je kan toch niet midden op een brug afslaan? Nou, links of rechts? Of rechtdoor? Hij weet het echt niet, hè? Hij heeft echt geen idee. Ja, dat zeg ik al de hele tijd. Denk, Talbot. Kom op. Right, oké. Okay. En nu? Ja, en als je wel wrong bent, dan is het links of rechts. Wat een Henkie, jullie vent. Rechtdoor dus. Dat betekent head on. Don't turn here. Gewoon rechtdoor. Zeg dan gewoon. Wat je bedoelt, man. Wees eens fucking duidelijk. Heeft hij gewoon... Hé, hey, we zijn er. Hallo. Yep. Nico Bellix staat voor je deur, Florian. Florian gaat eraan. We gaan hem pakken, jongen. Weekend at Florian's. Hoi, Florian. Gewoon het Engels. Hoi, Florian. Heb je bier in huis? What the fuck, wat een nicht. Wat een coole tv, zeg. Waar staan we naartoe? Oh, daar. Hij had zijn bed verstopt. Hoi, Florian. Nou, hoe kom je met een bezoekje weer? Heb je chips? Ik wil chips en bier. Serieus, zat deze gast in het Servische leger? What the fuck is er met die vent gebeurd? Omdat je niet open deed. Als je nou gewoon open had gedaan, dan had ik die deur niet in hoeven trappen. Nou moet je weer iemand bellen om die deur te fixen. Ik ga het niet in elkaar zetten hoor, Nico houdt niet zo van klussen. Maar Nico is cooler dan Darko. Aha. Ja, daarom richt ik ook een pistool op je. Uh-oh. Niet echt slim om dat te zeggen als er iemand een pistool op je richt. Nou, dat is je goed gelukt. Van vent in het Servische leger naar oversized nicht. Ik vind het toch wel een behoorlijke ommezwaai. Hij woont hier. Zou je daarvan denken, Nico? Dit is zijn huis. Het is geen skatebaan of zo, Nico. Als hij nou aan het skaten was hier, dan zou ik zeggen van oké, wat ben je hier aan het doen? Maar dat doet hij niet, hij woont hier gewoon. Trouwens, Nico heeft de hele tijd deze gast gezocht, maar heeft hij hem gevonden en dan doet hij niks. Hoop je, maar je weet het niet zeker. Nou, dan gaan we terug naar Europa. Prima, boek jij een ticket? Vliegtickets.nl, gewoon vliegtickets kopen en wegwezen. Hoppakee. Terug naar Europa. Ja, Nico is een beetje gestrest. Heeft hij wel vaker last van. Ja, dat zei ik. Eten, lekker. Wat een wappie, jullie gozer. Ongelooflijk. En trouwens, jongens, het regent. Misschien niet echt goed weer om met je deftige kostuum lekker buiten te gaan staan, Nico. Gewoon een kleine tip, hoor. Anders kan je hem binnenkort naar de stomerij brengen. Ja, ik moet alleen zijn. Ik wil alleen zijn met mijn gedachtes. Nico, je gaat me toch niet vertellen dat je achter Florian aangaat, hè? Dezelfde richting.
Misschien mogen we wel achter die met die mevrouw mee onder haar paraplu. Mag ik bij? Oh, mag ik een paraplu hebben? Oh, wat aardig. Dan op kogels te schieten. Hoppa. Paraplu werkt niet meer. Jammer. Ga eens even de kant. Meneetje, je hebt een hoed aan. Of een hoed op. Jij kan vast wel eventjes zonder auto. Nico zit graag droog. Ha! Yo, kijkers van Dus David Games. We gaan ermee stoppen voor vandaag. Ik ga jullie vragen om een heleboel groene duimpjes achter te laten. Ik ga jullie vragen om even te abonneren op Dus David Games. Als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Bij meer avonturen van Nico Bellic en zijn supercoole blauwe auto. En bij meer Dus David Games. Mazzel!